kerst. Maar wat vieren we dan eigenlijk? De geboorte van Jezus. En dat was heel bijzonder, want dat gebeurde in een stal. Jozef en Maria moesten vluchten naar Egypte vanwege koning Herodes. Is dat ver van ons bed? Nee. Alle elementen uit het kerstverhaal zien we terug in het hier en nu. Ook in Schiedam. Misschien kent u wel iemand die gevlucht is. Of niet in veiligheid was toen er een kindje werd geboren. Of kent u iemand die kerst niet kan vieren op de manier zoals diegene wil. Laten we kijken of we inspiratie kunnen putten uit het kerstverhaal. En het licht dat het ons brengt. Vanuit de Grote Kerk kijkt u naar Kerst in Schiedam. Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden. In het veld, ver buiten de stad, zijn herders. In de nacht passen zij op hun schapen. Plotseling zien ze een stralend licht. Het licht kwam van een engel. Die zei: "Wees niet bang, ik heb goed nieuws. Vandaag is in Bethlehem een kind geboren, Jezus. Hij is de redder, Christus de Heer. Ga naar hem toe. Hij ligt in een voederbak en is in doeken gewikkeld." Plotseling zijn er nog veel meer engelen. Ze zingen: "Ere zij God en vrede op aarde, want God heeft de mensen lief." Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Yeah.
Een kind in een voederbak? Dat moet in een stal zijn. Kan daar dan een kind geboren worden? In het stro tussen de dieren? Hier bij kinderenboerderij Het Hoefblad is het altijd kerstfeer met onze dieren en onze stallen. En wat is dat voor een dier? Dat is koe. Koe. En wat is dat dan voor een dier achter jou? Een ezel. Ezel. Ja. Wat vind je van een ezel? Een mooie. Goed hoor. Mees? Ja. Het is hier koud en donker. Is er voor dit kind geen wiegje in een warme kamer? En geen hulp voor de moeder bij de bevalling. Maria is in verwachting. Samen met Jozef is ze onderweg naar Bethlehem. Liever was ze thuis gebleven. Maar ze moest op reis. Bevel van de keizer. In Bethlehem is het druk. Er is geen plaats meer in de herberg. Het kind wordt geboren in een stal. Het is een zoon. Ze noemen hem Jezus. Ze wikkelt haar kind in doeken en legt hem in een kribbe. It's the season to be joy. Hier is het allemaal mee begonnen. Dit is echt een Schiedamse stal. En waarom? Mijn man heeft hem gemaakt toen hij een jaar of 10 was. En dat zijn dus de takken uit het sterrenbos. En het dak, dat komt uit de jeneverindustrie. Vroeger werden dus de jeneverflessen geëxporteerd naar de andere landen. En dan werden ze verpakt in stro. En zo is het begonnen. En hoe oud is deze dan? 50, 60 jaar. En weet je wat ook wel leuk is? We hebben hier ook een misvormde herder. Die heeft mijn dochter gemaakt toen ze 4 was op de kleuterschool. En die hoort er ook bij. Je ziet dat de krib leeg is. Ja, waarom? Waarom? Omdat pas Jezus geboren wordt met kerstmis. Dus kerstavond mag Jezus erin. En nu nog niet? Hij ligt er nu nog achter. Ik zal hem eens even pakken. Ah, hier hebben we hem. Hier hebben we dan Jezus, die gaat dan op kerstavond erin. Maar het leuke is, moet je kijken, hij kostte 75 cent. En hoeveel van die kerststallen heeft u nou? Okay, ik heb er over de 200. Vind je niet meer dan genoeg? Hier komt veel uit Zuid-Amerika. Hier uit Mexico. Hier heb je er een uit Hawaii. Die houten, die komen uit een klooster. En dat was dan olijvenhout uit Bethlehem. Of dat zo is, ik neem het maar aan. Dit is uit Polen. Dit komt uit Zimbabwe. Dit komt uit Nepal. Uit Alaska. En dan ben ik net rupsje nooit genoeg. Daar kan je allemaal niet te veel van hebben. Die vind ik zelf ook erg leuk. Nou, dit is de helft wat hier staat. En waar is de rest dan? Zullen we hem even duiden? Ja. Oh, kijk. Hier heb je de lama. Je leert ook wel wat over landen. Hoe ze daar dus kerstfeesten beleven. En ik ben bezig met een kerststal. Klein werkje? Daar ben ik echt voor kerstmis nog niet mee klaar. Nee, hoe lang doet u over zoiets? Nou ja, dit wordt wel een jaar. Een mens moet wat. Maar waarom nou altijd weer een kerststal? Vind ik leuk. Kerststallen, dan moet je teruggaan eigenlijk in de tijd. Mensen konden niet lezen of schrijven, maar dan werd het dus het Bijbelverhaal werd uitgebeeld rondom. En zo moet je ook de kerststal zien. Welke is voor u het meest bijzonder? Welke is het meest bijzonder? Het laatste cadeau van mijn man, dat was
Deze. Kijk, hij is hartstikke leuk. En dan doe ik er een lichtje achter. En die vind ik wel erg bijzonder. En zo vermaak ik me dan. Heeft u nog een boodschap misschien voor alle kijkers voor de kerst? Och heden, ik ben geen predikant of niks. Doe wat je wil, wees lief voor elkaar, gezellig, heb het gezellig met elkaar. En ja, neem iedereen zoals je bent. Samen in de stal, mensen en dieren samen in de stal. Een schamel onderdak aan de rand van het bestaan. Maar ondanks alles, onderdak voor verwonderde ouders, ver van huis. Voor eerbiedige herders, ruwe bolster, zachte pit. Voor knielende koningen, geleerd maar niet te hoog. Eén in eerbied en dankbaarheid voor het kind daar in het midden. Licht, liefde, leven, geschenk van God dat hoop geeft en toekomst opent. Kind dat op het spoor zet om te dromen van vrede en recht. Om elkaar te vinden, ondanks de verschillen. In beweging gebracht door liederen van vrede of de duizelingwekkende sterrenhemel gaan ook onze ogen open. Dit is het koninkrijk van het koningskind. Mensen van heinde en verre verbonden in verwondering over liefde die alles herbergt. Babyhuis willen we voorkomen dat baby's onnodig uit huis geplaatst worden. Ik help de moeders bij hun traject. Ik ondersteun ze praktisch in alles wat er geregeld moet worden. Maar ik kijk ook mee met de basiszorg, want ja, de moeders weten ook niet altijd hoe ze voor hun kindje moeten zorgen. Dat moeten ze allemaal leren. Ja, kom. En daarnaast ben ik ook mentor. En ook onder andere mentor van deze mooie vrouw. En dan gaan we gewoon samen kijken, doelen opstellen en kijken waar we gaan werken. Of waar de moeder eigenlijk aan gaat werken en waar wij ze bij kunnen helpen. En we richten ons ook echt op de hechting. Dus de hechting tussen moeder en kind. Wist je al dat deze plek bestond? Nooit. Nee, wanneer wist je dat dan? Toen heb ik... Ik heb mijn boekenleider bij de wijkteam. Ze hebben mij gebeld dat ze hebben een plek voor mij gevonden. Het heet Babyhuis en ik dacht, oh, Babyhuis. Maar ik heb wel via internet en ik heb gezocht en ik zie het niet. Maar toen was ik hier voor mijn afspraak. En ik zie andere moeder, zij zit de kerstboom te maken en taart eten. En ik dacht, oh, dit is wel gezellig. En dat was mijn eerste keer om hier te komen. En dat vind ik wel hier leuk. En iedereen was wel vriendelijk en dat. En hoe lang ben je nu hier? Ik ben wel bijna 1 jaar. Bijna 1 jaar, dus ik was hier 22 december. Nou, dan gaan wij eens even Uno spelen. Wat voor moeders komen hier nou? Ja, dat is een grote groep. Vooral de kwetsbare vrouwen. Ze hebben bijvoorbeeld geen sociaal netwerk of ruzie met de mensen om hun heen. Of... gewoon een heel vervelend verleden, waardoor ze niet meer iemand hebben bij wie ze terecht kunnen. Ik was wel bij mijn moeder, maar ja, het was wel niet goed bij mijn moeder. En wij zitten de hele tijd ruzie te maken. En toen was ik weg bij mijn moeder gekomen. En toen was ik bij mijn vriendin, maar zij was ook zwanger. En ik dacht, oké. Maar mijn vriend woont in AZC, maar zijn moeder woont in Horen. En ik was in Horen. En het was echt niet goed daar met de baby. En toen zei Schiedam dat ik moet terug naar Schiedam komen en daar gaan zij mij helpen. En het is echt een veilige plek voor ik en mijn baby. Naantje, kleding. Naantje. Ja. Baby's hebben mij echt geholpen om hoe moet ik mijn kind
voor zorgen en mijzelf. En sommige bepaalde dingen over mijzelf dat ik niet weet. Maar de babyjas hebben mij ogen geopend dat Elisabeth, dit ben jij best aan. En dit moet jij wel doen. Ik ben echt trots op mezelf en trots op de babyjas dat ik kan dat wel. En dat zei babyjas, dat kan ik wel. Dat kan jij, dat moet jij wel doen. Maar als ik heb gezien wat zij heeft geleerd in de zorg voor haar kindje. En inderdaad wat je net zei over Speak Your Mind. Dat je die leert uitspreken. En over de Nederlandse cultuur. Wat zijn hier de gewoontes? En waar kan je terecht? Bij welke organisaties moet je zijn? En als ik zie hoe ze is opgebloeid. En toen je binnenkwam sprak je alleen maar Engels. Of ja. Bijna alleen maar Engels. En ja. Nu, ja, doordat we in het Nederlands of in het babyhuis Nederlands spreken. Spreekt ze gewoon vloeiend Nederlands. Nee, daar moet je mee ophangen. Vind je dit babyhuis ook eigenlijk passen in dat kerstverhaal? Ja, ik vind dat zelf wel. Ja, dat er het babytje natuurlijk, die in het christelijke verhaal is, zodat het kindje, dat er geen plek voor was, alleen in de stal. En ik zie hier ook moeders waar eigenlijk geen plek voor is, maar dat wij die veilige plek voor hun mogen zijn, dat wij dat mogen bieden. En dat we soms zien dat er moeders binnenkomen die heel kwetsbaar zijn en heel stil en teruggetrokken. En als ik dan zie hoe ze opbloeien, door het vertrouwen wat we ze kunnen geven en doordat ze hun verhaal kwijt kunnen. En door alle dingen die wij met hun kunnen delen en kunnen doen, dat je gewoon ziet dat er een hele andere vrouw de deur uitgaat dan die bij ons binnen is gekomen. Kijk, mijn kind. Hoe klein en weerloos. Maar ook een belofte. In elk kind begint Gods schepping opnieuw. De wereld is mooier met hem. Hij brengt licht in ons leven. Met ogen die zien, oren die opmerken, de handen uitgestrekt om te ontvangen en te delen. Zo is hij een geschenk voor de wereld. Mijn kind, maar geen bezit. Ik zal hem dragen, voeden, verzorgen. Ik weet van loslaten, uit handen geven, hoe moeilijk ook. Hij moet zijn eigen weg gaan, zoals ieder mens. Ik bid voor hem, dat zijn leven gelukkig zal zijn, verwarmd door de zon, onder een stralende hemel. Dat er vriendschap zal zijn en liefde, ook als de nacht komt. De nacht die zeker komt, onvermijdelijk. Maar nu nog even niet aan denken. Vandaag vieren we zijn geboorte. Maria en Jozef krijgen onverwacht bezoek. Het zijn drie wijze mannen uit een ver land. Ze hadden een bijzondere ster gezien. Die deed hen denken aan een koningskind. Ze gaan op reis en nemen cadeaus mee voor het kind. De ster blijft staan boven een huis. Ze gaan naar binnen en zien het kind en zijn moeder Maria. Ze buigen vol respect en geven hun kostbaarheden. Goud, wierook en mirre. Het is allemaal voor hem. Voordat je je mondkapje opdoet, ben jij ook klaar voor de kerst? Nee. Nee. Heb je nog geen kerstcadeautjes gekocht? Nee, nog helemaal niks. Nee. Vier je wel kerst? Ja, wel het plan. Ja? Wat betekent kerst voor jou dan? Familie. Dat ja. Is het een beetje. Ja. Wij doen gewoon weinig aan kerst. Dus dan ben je al snel klaar. Ja, daarom. Even kijken. We horen het altijd de laatste week of zo. Dan horen we van vrienden of wat dan ook van wij gaan dit doen. Wij gaan dat doen normaal. Maar ja, nu met corona. Dus we zien wel even. Ja,
Dus jullie doen niet aan kerstcadeautjes of zo? Soms wel, soms niet. Hangt eraf. De laatste tijden natuurlijk niet. Familie komt, dan gaan we uit eten. Tenminste, binnen eten dan in ieder geval. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Er is niet zoveel meer te doen, hè? Nou, jammer, hè? Ja, dat is wel jammer. Maar we houden het knus. Of ik klaar ben voor de kerst? Ja. Nou, nog niet helemaal. Maar ik denk dat ik de kerst een beetje anders vier dan een standaard. Met kerstboom en alles. Ik vind het leuk om huis te versieren, hoor. En lekker eten, het eten en zo. Maar kerst is voor mij meer geboorte van Christus. En daar moet ik me nog een beetje voor voorbereiden. Want ik moet ook in de kerk spelen en zo. Dus, wat speelt u? Nou, een beetje piano. Maar, en nog meer. Maar. Wat leuk. Ja, dus dat is voor mij vooral kerst. En daar ben ik nog niet helemaal klaar mee. Maar ik ga ook leuk om huis versieren, hoor. Daar niet van. Ja. Dat doe ik niet echt aan. Ik ga alleen even naar huis een paar cadeautjes uitpakken, maar verder niet per se feestig. Nee. Wat betekent kerst voor jou dan? Straatverlichting. Mooie lampjes in de bomen en zo. Dat vind ik wel leuk. Mooi om te zien. Geeft een leuke sfeer. Maar verder heb ik er niet zoveel mee. Nee. Niet echt voor jou iets warms met familie of? Een avondje. Een avondje samen. Dat is soms ook wel weer genoeg. Ik vind het persoonlijk niet zo heel leuk om gedwongen gezellig te zijn met elkaar. Maar ja, uiteindelijk probeer ik altijd het beste ervan te maken. En voor haar ook natuurlijk gewoon gezellige dagen te maken eigenlijk. Met ja. Familie samen zijn, dus eigenlijk dat is wat kerst is voor ons. Ja. Bent u al klaar voor de kerst? Nee hoor. Nee. En wat moet u nog doen dan? Alles. Eentjes verhuisd. So, je moet alles opzetten en shoppen. Ja, kerstboom. Kerstboom ook. Je moet even kerstboom opzetten. En wat gaat u doen met de kerst? Niks. Helemaal niks. Er is niks open, so je kan niet doen niks. Alleen thuis zitten. Met de kinderen zo. Maar wel met de kinderen? Ja. Alleen met de kinderen. Ja. Voor de rest niks. Nee, saai hè? Ja, speciaal deze tijd. Alles is due to corona. Lekker ja. Corona. Hey, en als ik nou zeg, wat zou je aan iemand willen schenken, een dierbare? Liefst een persoonlijk cadeautje natuurlijk, waar ze heel blij mee zijn. Maar dat is altijd maar de vraag wat dat is. Wel een cadeautje dus? Liefst wel, ja, vind ik wel leuk. Kerst betekent voor mij dat Jezus naar de wereld is gekomen om het weer goed te maken met alle rommel die er nou op aarde is door het toedoen van mensen. En alleen God is degene die dat helemaal weer kan helen, zeg maar. Hij heeft zijn zoon daarvoor gestuurd. Dat geloof ik staat in de Bijbel. Ja. En dat is voor mij het kerstfeest en licht in de wereld. En daarom lichtjes en alles vind ik prachtig om te zien. Ja. Maar dat is de grootste waarde van kerst voor mij. Daarnaast vind ik natuurlijk het kerstfeest als gezellig feest vind ik ook hartstikke leuk hoor. Ja. Ja, maar het kern van het kerstfeest zit hem voor mij in de geboorte van Jezus Christus, ja. En wat zou je aan iemand willen geven, schenken, een dierbare? Wat ik zou willen schenken? Een kerst zoals het vroeger was. Dat is een beetje. En wat versta jij daaronder? Met z'n allen. That's it. Ja, en nu vind je het een beetje eenzaam? Ja, het is een beetje opgesplitst, ja. Zeg maar. Je mag maar met zoveel en ja, het is een beetje jammer. Wat zou je een dierbare willen schenken? Ja, gezondheid. Als dat zou kunnen, natuurlijk. Ja. Geluk en gezondheid. Bijvoorbeeld een dierbare, mijn moeder bijvoorbeeld. Ik zou haar fijne kerstdagen willen wensen. En ja, ook zij is christen en ook zij, maar ik hoop dat ze dat heel erg... Ik zou haar willen dat ze dat heel graag ook echt feest kan vieren, ook in haar hart, in haar leven. Dus het is niet altijd makkelijk voor haar. Dat zou ik haar willen schenken bijvoorbeeld. Heel mooi. Ja, ik weet niet of dat een mooi antwoord is. Maar... Prachtig! Goedemorgen. Goedemorgen.
Hi, ja, fijn dat u er bent. Het is vandaag voor u voor het eerst, hè? Ja, klopt. Helaas, maar waar zijn er toch heel veel mensen die onder bewind staan en die deze periode heel erg moeilijk hebben. En om toch deze periode te overbruggen, dan helpen wij hun een handje, waardoor ze uiteindelijk toch bij ons kunnen winkelen. Dus ze gratis spullen kunnen ophalen qua eten, schoenen, tassen. Eigenlijk alles wat ze eigenlijk nodig hebben, die helpen wij dus de aankomende periode. Wat betekent dat precies, onder bewind staan? Onder bewind is eigenlijk mensen die financiële problemen hebben en die er zelf niet meer uit kunnen komen. Die krijgen dan een beschikking van de rechter dat ze onder bewind staan. Dus iemand gaat hun helpen hun financiën op orde te maken en dat hun rekeningen betaald worden. En dan hebben ze nog een hele kleine bedrag over elke maand om nog van te kunnen leven. En daar kan je soms niet alles van doen. En je hebt soms een gezin met 2, 3 kleine kinderen. Of man, vrouw. Ja, dat is heel verschillend. En ja, dan is het toch heel moeilijk om te overleven, bij wijze van spreken. En zodoende dan helpen wij hun een handje bij. Ik weet niet of u het al had gezien, maar we hebben ook fietsen voor kinderen. Oh. Ja. Nu, dus de feestdagen komen eraan. Het is koud. Eigenlijk, het is een familie, gezelligheid, eten, drinken. En ja, dan is het toch heel, vind ik zelf, wat je merkt voor kinderen die natuurlijk op school horen van oké, mijn vriendjes en vriendinnen hebben een grote maaltijd of noem het maar op. En dat hebben wij niet. Of ik heb geen jas, alleen een jas met gaten of noem het maar op. En dan kunnen ze toch bij onze hele mooie nieuwe jassen, zo goed als nieuw en soms zelfs ook wel nieuw, kunnen ze dan bij ons uitkiezen. Dan zien ze er toch ook gewoon heel mooi netjes uit. Cadeautje onder de boom, een leuke kersttrui, schoenen, eigenlijk van alles hebben we hier. Dus uiteindelijk kunnen de ouders natuurlijk hier spullen uitzoeken voor om de kleding te dragen. Maar ook als een kind jarig is of zelfs onder de kerstboom een aantal leuke pakketjes uitkiezen. En dat de kinderen toch een aantal cadeautjes krijgen. Want het is natuurlijk sneu als je elke ochtend naar de kerstboom gaat en je ziet er niks onder staan en ook niet je naam erop. En dan kom je toch een ochtend, word je wakker en dan zie je jouw naam erop staan omdat je moeder toch iets heeft kunnen krijgen hier bij ons. Dus dat is wat wij dus proberen terug te doen. En je komt erin, maar je wilt er toch uitkomen. Je wilt een beter leven hebben. En ja, het is natuurlijk toch wel iets raars als je onder bewind staat. En wat zullen mensen wel niet van me denken? Dus dat is iets wat toch er wel speelt bij de mensen. En daarvoor willen wij natuurlijk toch wel ervoor zorgen van, ja, je kan er soms niets meer aan doen, maar we kunnen je wel erbij helpen om eruit te komen. Heel vaak willen mensen het allemaal voor zichzelf houden, maar zodra je hulp hebt of mensen die er meer van weten of die je kunnen helpen, dan verlicht het toch wel een beetje de zaak. Dus daarvoor is het van vraag hulp en daarom bieden wij ook altijd aan van sta je onder bewind, neem contact met ons op, kunnen we je helpen met spullen of met andere dingen. Dan zijn we er eigenlijk om je te woord te staan. Als de vrede koning Herodes van Bethlehem te horen krijgt dat er in de stad een koningskind is geboren, wordt hij bang. Bang dat hij zijn macht zal verliezen. Voor de zekerheid laat hij alle pasgeboren jongetjes door zijn soldaten doden. Gelukkig heeft een engel Jozef in een droom gewaarschuwd en zijn ze op tijd gevlucht naar Egypte. Goedemiddag, vanochtend in werk is gedaan met Bakker Abenhoek. U bent bij vanochtend in werk is gedaan. Wij zijn een organisatie die helpen vluchtelingen die nieuw zijn in Nederland. Met alle dingen, met alle organisaties, belastingdienst, gemeente, de zorgverzekeraar. Want ja, ze spreken geen Nederlands en ze zijn nieuw hier. En dan begeleid jij hen bijvoorbeeld? Ja, zij bellen en maken een afspraak en ze komen met papier van de gemeente of van andere organisaties. En dan gaan we kijken waar gaat over deze brief. En dan gaan we kijken naar welke organisatie we moeten contact opnemen, zeg maar. Ja, en dan help je hen. Ja. Komen de meeste vluchtelingen nou uit landen waar het gevaarlijk is? Ja, sommige wel. Ja, kan je voorbeelden noemen hoe het dan gaat en wat het gevaar is?
Sommige mensen komen uit landen die hebben oorlog, zeg maar, zoals Syrië, zoals Iran, Afghanistan, ja, Irak. Ja, dus die mensen kunnen niet terug? Nee, het is echt erg gevaarlijk. Als je begrijpt dat jij verandert jij geloof en dan gaat naar gevangenis en dan heb jij ja, bijvoorbeeld vermoord. Ja. Wauw. Ja. Vreselijk. Ja. Daarom ben je naar Nederland gekomen. Ja. Ik ben Christian nu. Maar yes. Vroeger was ik moslim. Tamam, Leil Acher, Bukra, Sa'a Wahda, Wahda, Khamsa, Arbein. Waarom loop je stage bij vluchtelingenwerk? Ja, omdat ik ben zelf vluchteling en ik vind het interessant om mensen te helpen. Ik vind het leuk om mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ja, hoe is het om vluchteling te zijn in Nederland? Was erg moeilijk, want ja, het is een nieuwe cultuur. Alles is verschil. Maar ja, daarna wordt het makkelijk. Wij hebben thuis, auto, werk in Iran, ja, familie. Maar nu moeten alle nieuw opbouwen, ja, maken, ja, opnieuw maken. Bijvoorbeeld thuis, ja, met andere cultuur moet leven. Ja, dat is heel lastig, ja. Hoe lang ben je nu in Nederland? Ik woon al 3 jaar en 2 weken. Je houdt het bij? Ja. Ben je zo blij dat je hier bent? Heel erg blij. Ja, waar kom je vandaan? Ik kom uit Soedan. En waarom ben je naar Nederland gekomen? Ja, omdat mijn eigen land is onveilig, omdat ik homo ben. Hoe zit het met alle vluchtelingen? Hoe werkt dat? Je komt naar Nederland en dan heb je geen huis, geen werk, geen geld. Hoe werkt dat? Ja, je wordt ook naar AZC gestuurd en daarna je moet wachten tot wanneer je gemeentehuis van jou gevonden of zo. Iets. Ja, en daarbij kan jij ze ook helpen? Ja. Ja. Wat voor vragen krijg jij aan de telefoon? Wat voor dingen vragen mensen aan jou? Zoals ik wil graag Nederlands taal leren, want ik wil contact met mensen hebben en ik wil naar school. En ja, wanneer ga ik beginnen met mijn studie, zo dingen. Ja, en dan kan jij ze helpen. Ja. Godavond, daar halen we het kardan bezendig je manas. En in welke taal is dit geschreven? Persisch. Wat betekent is ik respect alle dingen dat God geeft mij. Bijvoorbeeld geld, bijvoorbeeld gezondheid, bijvoorbeeld ja, alle dingen dat God geeft mij. Bijvoorbeeld mijn vinger, mijn gezicht, mijn lichaam. Dat bedankt van God is heel belangrijk in leven. Mijn moeder is overleden, maar mijn papa is, maar ja, dat is heel boos. Maar ja, gaat het beter? Ja, gaat het beter, beetje zachter dan ja, in het begin. Maar dat is lastig. Ja, dat is lastig geloven dat ik verander. Vinden de mensen het moeilijk om hun familie achter te laten? Heel erg. Ja, iedereen. Ik mis mijn moeder, ik mis mijn zoon, ik mis mijn vrienden, ik mis alles. Ja, dat heb je. Ja. Dat is echt moeilijk. Maakt dat dit werk ook moeilijk? Ja. Ja. Dit gevoel is echt zwaar, want ja, dat heeft ook iets met mij te maken, want ik ben de vluchteling. Ik weet wat voelen die vluchtelingen, zeg maar. Ja. Kan je ze dan nog advies geven?
Ja. Wat zeg je meestal? Ja, ik zeg, moet even sterk blijven en je best doen. En ja, beter kijken naar voor, niet naar achter. Als je kijkt naar achter, je kan niet verder gaan. Hoe gaan jullie kerst vieren? Wat ga je doen met de kerst? Lekker eten, maken, koken over mijn vriendin. Ja. Bijvoorbeeld kalkoen, ja, misschien als komen hier. Ja. Omdat mijn vriendin misschien zeggen, ja, zijn willen met hun familie, ja, kerst vieren. Misschien waren we alleen, misschien vriendin komen hier. Ja, maar ik hou van mijn vriendin, ja, komen bij om mijn huis, ja, samen vieren. Ja, dat is heel leuker dan alleen. Waar ben jij geboren? Was je welkom? Was er genoeg te eten? Kreeg je genoeg liefde? Was er ruzie of oorlog? Of moest je vluchten? Waar je wiegje ook heeft gestaan, ook jij bent een geschenk voor de wereld. Net als het kind Jezus kun jij het verschil maken. Je hoeft niet veel te doen. Eén mens verrassen is genoeg om deze wereld mooier te maken. Dus gebruik je ogen om te zien wie jij blij kunt maken. Je oren om te luisteren naar wat iemand nodig heeft. En je handen om te delen. Zo wordt het een mooi kerstfeest voor iedereen in Schiedam. In een moeilijke periode zoals deze is het belangrijk dat we de lichtpuntjes en elkaar blijven zien. We wensen u een fijne kerst en een gezond en veilig nieuwjaar.